Yo gasten, Viva Bouws hier. En ik doe vandaag weer een aflevering van Bouwsen naar de Vizier. Het is wel een mega spannende aflevering. Aangezien ik nog 2 wedstrijden heb en ik 2 punten moet halen om te promoveren naar de Divisie 3. Dus ik moet 1 keer winnen of bijvoorbeeld 2 keer gelijk spelen. Ik mag ze absoluut niet allebei verliezen. Want dan moet ik heel de Divisie 4 weer helemaal opnieuw doen. En dat wil ik echt niet. Maar we zullen het deze aflevering allemaal meemaken, dus let's go! Ik had de vorige aflevering wat spelers verkocht die ik niet meer gebruikte. En daardoor heb ik nu 8000 coins en dat is redelijk wat. En de vorige aflevering waren jullie het er eigenlijk allemaal wel over eens dat ik Schürrle moest gaan kopen voor linksmid in plaats van Bolasie. Dus dat is precies wat ik nu ga doen. Hier is Schürrle, 6600 coins, dat is best wel duur. Maar dat komt natuurlijk omdat hij getransferd is. Maar het is echt een beestenspeler en ik ben echt benieuwd hoe hij gaat spelen in dit team. En nu kan ik Bolasie natuurlijk weer verkopen. Nou, maar laten we nu maar een potje spelen en ik hoop echt, echt, echt dat ik hem kan winnen. Nou, mijn tegenstanderse team, ik ben benieuwd en hij heeft gewoon een heel standaard Bundesliga team. Ja, ja, schiet en dat is hem! 1-0 in de 13e minuut. 13e? 13e minuut! Super nice! En als ik deze trouwens win en ik win de volgende ook, dan ben ik ook nog kampioen en dan heb ik nog meer coins erbij. Oh, wat ben ik hier blij mee. Nou Sturridge, daar gaat hij weer, kap hem af en kaboom, nee! Maar nu de herkansing en oh, dat scheelt een heel klein stukje. Nee, 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 daar is hij met Lewandowski en hij scoort hem. Shit, net voor rust maakt hij de 1-1. Ik moet gewoon weer scoren. Het is rust, het staat 1-1. Maar om eerlijk te zijn had ik gewoon voor moeten staan. Hij heeft maar 1 kans gehad en die zat meteen. En het was ook nog een kans met vet veel mazzel. Nee, 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 alsjeblieft. Shit, net naar rust. Hij schiet hem naar voren en hij kan meteen scoren. Dit gaat nog heel lastig worden. Sturridge en ja, hij neemt hem aan en nee, hij schiet hem naast. 1-op-1 op de keeper, wat een enorme kans was dit. Ik ben er weer langs en deze moet hij scoren en dat doet hij ook. Bam, het staat weer gelijk. Vol gelukkig. Oh, ik was even bang dat ik dit ging verliezen. Maar ik heb nog 25 minuten om gewoon nog een goal te scoren en het kan gewoon nog. Kaboom. Nou, hij heeft de bal nog wel, het kan nog steeds. Costa, doe het, penalty, penalty, ja, het is een penalty, yes, 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 yes. Oh, en een rode kaart, laat het alsjeblieft, de rode kaart, penalty en rode kaart. Come on, als ik deze score, dan kan het gewoon bijna niet meer fout gaan. Oké, even ontspannen, deze moet ik scoren. Ik schiet hem rechtsbovenin en... Yes, gelukkig, ik sta gewoon weer voor. Hij heeft de rode kaart, nog 10 minuten te gaan. Dit mag ik niet meer uit de handen geven. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Sliding en schiet hem weg, schiet hem weg. Doe hem weg. Oh. Kom op, scheids. En ja, hij fluit af. Dit was een van mijn spannendste wedstrijden ooit. Niet normaal. En ik heb hem gewoon gewonnen met 2-3. Wat ben ik hier gigantisch blij mee, want ik ben nu gewoon gepromoveerd naar de Divisie 3. Zoals jullie zien, ik heb nog 2 punten nodig om kampioen te worden. In principe maakt het niet heel veel uit, ik ben toch al gepromoveerd. Maar de coins zijn natuurlijk altijd mooi meegenomen. Dus, let's go. Mijn volgende tegenstander en hij heeft ook best wel een sick team. Hij heeft alleen Walcott rechtsachter, geen idee waarom hij heeft Aguero op het middenveld. Hij heeft een beetje rare posities van de spelers, maar het zijn wel allemaal beesten. Let op, dames en heren, deze schiet ik er even in. En... was natuurlijk een grapje. Sturridge, geen buitenspel en dit is hem. De 1-0. Oh, ik kan nu gewoon kampioen worden. Nou, Cuadrado, maak er nog maar even 2-0 van. Helaas niet. Maar ik heb de bal nog wel. Geef hem voor. En daar staat helaas helemaal niemand. Het is rust, ik sta 1-0 voor en mijn tegenstander is niet heel goed. Sterker nog, hij heeft nog geen 1 kans gehad. Maar na rust krijgt hij meteen zijn eerste kans. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Die kerel heeft nog geen 1 kans gehad. Meteen naar rust, hij rent naar voren. Hij krijgt de bal met superveel mazzel mee. Kijk dan. En hij scoort hem ook nog. Oh nee, oh nee, oh nee. Keepertje, kom op en shit, shit, shit. Ik had mijn keeper niet uit moeten laten komen. Maar ja, zoals jullie zagen in de vorige wedstrijd. Het is allemaal nog mogelijk.
En kop hem in. Oh, op de lat. Shit man, misschien heb ik nog geen kans. Nee, helaas niet. Maar heel misschien kan het natuurlijk wel als ik deze score. Ik score nog even de gelijkmaker. Ik heb nog een paar minuten tijd om nog te winnen ook nog. Boah, dat zou wat zijn als ik nu nog ga winnen. Het is 2-2 geworden, dus ik had uiteindelijk nog bijna gewonnen. Maar helaas is dat niet het geval. Maar ik ben wel gepromoveerd, maar dus geen kampioen. Maar eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Ik zit in ieder geval in divisie 3. En zoals jullie zien heb ik 7660 kroontjes bij. Dus dat is lekker veel. En kan ik misschien weer een aantal goede spelers kopen of een hele verandering maken. Het begin van dit seizoen ging echt mega slecht. Maar gelukkig heb ik het aan het eind nog helemaal goed gemaakt. En ben ik gewoon nog gepromoveerd. En ik zie trouwens dat mijn spelers ook best wel moe zijn. Dus ik moet ook nog even een conditiekaartje kopen. Nou zo, nu zijn al mijn spelers weer helemaal fit. En kunnen ze weer een aantal wedstrijden tegenaan. Maar ik heb dus iets minder coins. Ik heb nu bijna 9000 coins. Maar laat gewoon weten wat ik daarmee moet doen. Maar vonden jullie dit een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. Ik vond het in ieder geval helemaal geweldig. Want ik ben gewoon weer gepromoveerd. En natuurlijk tot slot. Ik zie jullie later, bazen. Vanwege Barbo speel ik FIFA. Na na na.